gezegd, real-time en op maat gemaakt. Hier zie je een voorbeeld van een dashboard waar ik daar verder op terugkom. Maar eigenlijk is dit het moment waar ik altijd mensen uitnodig van. Dit is het moment waarop je in de snoepjeswinkel staat. Alles is hierbij mogelijk. Gericht op de organisatie zelf. Gericht op de informatie die je zelf zou willen zien. En op de wijze waarop je het zou willen weergeven en delen binnen de organisatie. En als laatste nodigen we graag mensen altijd uit om ook met de data aan de slag te gaan. Case management, de beterbord. Wij hebben de mogelijkheid om organisaties, afdeling of teams met een online verbeterbord aan de slag te laten gaan, zodat ze zelf hun verbeteracties kunnen bedenken. De kennis zit vaak in de teams, maar doordat je de teams in afdeling aan het werk zet, kun je ook als organisatie zien wat er dadelijk gebeurt met de feedback die je hebt opgehaald. Dus als je terugkijkt, het is de wijze waarop je mensen uitnodigt om mee te doen, de wijze waarop je de vragen stelt op een eenvoudige en intuïtieve manier in een gebruiksvriendelijke omgeving, dat inzichtelijk brengt in een dashboard en vervolgens ze uitnodigt om mee aan de slag te gaan. Pardon. 1 seconde. Ja. Zoals gezegd richten wij ons op klanttevredenheid, medewerkertevredenheid of processen. Ik zou graag een aantal voorbeelden laten zien gericht op deze drie focusgebieden voor ons. Een voorbeeld daarvan voor een klantenervaring is, je ziet wederom het begin van de wand stemmen, de wand zijn kleuren, op een simpele eenvoudige wijze customized voor de klant, waar we dan ook duidelijk aangeven van, joh, hoe lang duurt iets. Dit is in de kleuren van de klant een aantal simpele vragen. Dit is uit te voeren op iedere soort device, of het nou je laptop is of je mobiele telefoon of een tablet. Simpel, eenvoudig, kort en krachtig vragen stellen. Wij zijn vooral niet van de vragenlijsten aan het eind van een ervaring waarin je een vragenlijst hebt van 142 vragen en verder. Je ziet daar steeds meer mensen op afhaken. Wij zijn altijd op zoek naar een korte vragenlijst gericht op een touchmoment van de beleving. Als je op het juiste moment aan de klant of medewerker vraagt wat zijn feedback is, dan zal die altijd bereid zijn om dat te willen geven. Vraag je dat na een dag, een week of een maand met meerdere vragen gecombineerd, dan zie je mensen afhaken. Een ander voorbeeld vanuit wat wij noemen een employee lifecycle. Wat wij ouderwets noemen is 1 keer per jaar aan medewerkers vragen wat zij denken van de organisatie, strategie en hun leidinggevende. Je ziet vaak dat het gevraagd wordt. Het wordt ervaren als een moetje door zowel door management als door de medewerkers. Er wordt na verloop van tijd een rapport opgeleverd. En na een nog langere tijd wordt dat gedeeld met de medewerkers. En tegen die tijd hebben medewerkers eigenlijk geen idee meer wat ze zelf hebben ingevuld. En nog een veel groter nadeel, de vragenlijsten zijn lang en gericht op de hele grote groep van medewerkers. We hebben een employee lifecycle verder uitgewerkt, verdeeld over een aantal stadia. Want de vragen die je stelt van iemand die net in onboard is de laatste 2-3 maanden, zal een andere vraag zijn dan iemand die al 10 tot 15 jaar in dienst is. Per fase hebben we een aantal onderwerpen verder uitgewerkt en per onderwerp hebben we specifieke vragenlijsten klaarstaan. Wat je vaak ziet dat mensen interesse hebben bij de retain fase over engagement of vitaliteit, maar net zo belangrijk is onboarding en feeling welkom. Hoe was die eerste dag als nieuwe medewerker? Hoe is die ontvangen? Hadden mensen tijd voor hem? En zo verder. Maar ook niet onbelangrijk, separate het exitgesprek. Op wat voor manier zorg je dat de exitgesprekken plaatsvinden? Dat je in ieder geval dat aan de hand doet van specifieke vragen.
en op die manier de volledige employee lifecycle probeert weer te geven. Een voorbeeld hiervan in termen van vragenlijsten. Zoals aangegeven, per onderdeel van employee lifecycle hebben we verschillende soorten vragenlijsten. Dit is een voorbeeld van de onboarding. Hoe heb je de laatste 2 maanden sinds je rolgestart dingen ervaren hebt? Hier heb je weer een ander voorbeeld in kleuren en gecombineerd met bewegende smileys. Op het moment dat je in een vragenlijst veel open vragen zet, zul je zien dat de responsrate omlaag gaat en dat veel mensen die skippen. Dit wat je nu voor je ziet is een voorbeeld waarop je kan zorgen dat dat beter wordt ervaren door de vragen die je stelt al met duidelijke antwoorden voorzien, want vaak weet je die antwoorden die mensen gaan bedenken zelf ook wel, waardoor je het voor de eindgebruiker makkelijker maakt. Je kunt hier 1, 2 of meerdere selecties in maken en met simpel druk op de knop ga je weer verder. Ook hier kun je weer kiezen tussen verschillende opties, klik op de knop. En op het moment dat je dan doorvraagt, zie je dat de open opmerking in één keer veel duidelijker, veel actiever wordt ingevuld. En dan haal je daadwerkelijk feedback op waar je wel meer mee kan. Uiteindelijk worden al die vragenlijsten die je op de juiste touchmoment, op de juiste medewerkers uitgevraagd, weergegeven in een dashboard. En dan wordt het interessant om te laten zien, hieronder zie je een uitsplitsing per fase. Links begint attract tot aan separate aan de rechterkant. Maar als je dat goed hebt uitgevraagd, zie je dus per fase wat je zou kunnen oppakken om de ervaring te verbeteren. Eigenlijk heb je dus een cadeautje gehad van de medewerkers om te laten zien wat zou ik moeten aanpakken om gericht op onboarding, of attraction of on the job verbeteringen door te voeren. Eenvoudig, inzichtelijk en rechtstreeks vanaf de medewerkers. Dit zijn ook dingen die je heel makkelijk kan teruggeven aan de organisatie. Doordat het inzichtelijk is weergegeven, real-time, heb je een veel snellere gelegenheid om aan de afdelingen en teams terug te geven. Dit is wat jullie willen zeggen en nodig jullie graag uit om gezamenlijk hiermee aan de slag te gaan. Het dashboard bestaat simpel uit een aantal filters waarin je kunt selecteren welke locaties wil je wil je betrokken hebben, welke afdelingen zou je willen zien, welke teams zou je willen zien, zijn mensen tijdelijk in dienst of niet. En vervolgens, kun je weer verder gaan met hoe je dat weergeeft. Even terug naar waar ik vandaan kom. Als je dat dan makkelijk en snel teruggeeft, zul je ook zien dat veel mensen genegen zijn om het ook zelf op te pakken, waardoor je ook veel makkelijker een vervolgtraject ingaat en opnieuw gaat meten. Dus weg van het jaarlijks uitvragen, maar meer het regelmatig vragen hoe het gaat. Je begint veel meer een dialoog in plaats van dat als een verplicht nummer zien. We hebben het gehad over klanttevredenheid en dit was een voorbeeld van hoe je medewerkers uitvraagt. Waar we ook steeds actiever in zijn geworden om processen uit te vragen. Wat bedoelen we daarmee? Veel controleprocessen kun je regelmatig even iets opstarten. Een voorbeeld hiervan is Lely, een bedrijf waar we veel mee werken, waarin we maandelijks over de verschillende afdelingen en over de verschillende landen heen dezelfde standaard set van vragen stellen, waardoor het bestuur op maandelijks basis over de verschillende landen constant wordt geïnformeerd over hoe het supportmodel wordt ervaren. Een ander voorbeeld daarvan is order management.
een voorbeeld van Napkin, een bedrijf waar we mee samenwerken. Napkin is een bedrijf wat verschillende producten levert aan horeca gelegenheden. In plaats van dat alles met fax en met mail werd nabesteld, hebben wij heel eenvoudig onze experience platform ingezet om te zeggen van met een QR-code in het magazijn, wat wil je bestellen? Wordt vertaald naar vragenlijst. En het is heel simpel weer te geven. En binnen een paar minuten is het op het hoofdkantoor. Dus op die manier zie je de derde stap naast klant- en medewerkertevredenheid, dat onze experience management platform ook in operationele processen inzet. Nou, waar richten wij ons op als 1-10? Zoals gezegd, wij richten ons op klanten, medewerkers met de lifecycle experience en op verschillende processen. Welke markten zijn we actief? We zijn actief in ouderenzorg voornamelijk, bij de overheid, in facility management, professional services, dus bij bijvoorbeeld advocatenkantoren, waar we veel in actief zijn in industrial services of in de food agri. En daarnaast hebben wij ook een label genaamd Eigenwijzer, waarin wij onze kennis en expertise ter beschikking stellen om vragen te stellen aan basisschooljeugd. Dit doen we in combinatie met de arbeidsinspectie, waarbij gevalideerde vragenlijsten worden toegepast. En daar zie je onze software heel erg goed van pas komen, doordat het makkelijk, toegankelijk en goed vormgeving is, krijg je eigenlijk de meest pure en eerlijke feedback van kinderen uit groep 4 tot met groep 8. Een aantal voorbeelden van klanten waarmee werken, een aantal consultancybedrijven, maar ook advocaten, overheid. Een voorbeeld van studenten uit zijn bureau SUSA. Daarmee hebben we een van de moeilijke doelgroepen om feedback aan te vragen, zijn studenten. Dat hebben we eigenlijk opgelost door simpel studenten een sms te sturen met heb je 51 seconden tijd. En vervolgens hebben we daar een respons rate boven de 40% mee gescoord. Als gezegd, we zijn een experience management platform en we kunnen dat heel erg goed op verschillende manieren inzetten. We merken dat ons platform het beste tot uiting komt bij bedrijven waarbij je een wat complexere organisatie hebt. Dus complex in de vorm van meerdere locaties, meerdere teams, meerdere afdelingen. Eventueel over verschillende regio's. Maar juist bijvoorbeeld ook als je het wilt toepassen dat er meerdere vormen van begrijpelijke taal aanwezig is. De vraag die je stelt van iemand die op de vrachtwagen zit, kan een andere zinsopbouw hebben dan de vraag die je stelt die iemand een kantoor of een staffunctie heeft. Daarnaast hebben we ook ervaring met de experience management platform dat we tegelijkertijd vragen in meerdere talen toepassen, waardoor je ook in staat bent om over landsgrenzen dezelfde gestandardiseerde feedback op te halen. Als gezegd, de engine is ingericht voor klant, medewerkers en processen. De wijze waarop het uitvragen is kort en eenduidige vragen op een eenvoudige manier gepresenteerd. En vervolgens de data die we daarmee ophalen, inzichtelijk weergeven in een real-time en op maat gemaakt dashboard. Waarbij de organisaties worden uitgenodigd, soms uitgedaagd, om er ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. En wij ontzorgen daarbij de klant zoveel als mogelijk. Nu wil ik hierbij laten. Ik weet niet of er vragen zijn binnengekomen. Oké, super. Dankjewel, Ralf. Even kijken. Even de goede knop vinden. En dan zijn wij weer in beeld. Ja, daar zijn we weer. Goed. Heel goed. Dus bedankt voor de toelichting. En leuk om te zien de verschillende stappen. Als ik een vraag die ik zou hebben is, je hebt eigenlijk in de employee lifecycle, dus verschillende momenten waarop je kunt meten. Nu hebben organisaties in die lifecycle ook verschillende andere HR-tech tools die we hier op de arena wel hebben staan. Dus hoe kun je de boel aan elkaar koppelen, zodat je eigenlijk bijvoorbeeld eerst vanuit je recruitment systeem kunt checken van oké, hoe was je recruitment ervaring? Dan vanuit je onboarding, hoe was je onboarding ervaring? En zo ieder stap in het HR-proces, hoe koppel je dat aan elkaar? Ja,
Nou ja, kijk, dat is het fijne van de verschillende stadia. Je hoeft niet met alles te beginnen. Ja. Je kunt kiezen van waar begin ik nu en waar zou ik Ja. Wat er. Dus je speelt een vraaglijst voor recruitment kun je beginnen. Dat zet je in je dashboard. Maar het dashboard is ook geschikt om alle data juist aan te leveren aan andere systemen. Ja. En het dashboard is heel erg geschikt om data die er al is in te laden. Okay. Waardoor je heel makkelijk een integraal overzicht krijgt met al data die je al hebt. Ja. Of die je in de toekomst wil gaan ophalen. Dus het is niet automatisch door de hele employee lifecycle hoeven af te nemen. Je kunt gericht op het moment wat je daadwerkelijk op dat moment mee bezig bent, dat neem je af. Ja, heel goed. En vervolgens staat het klaar of je in de toekomst daarmee verder wil gaan. Ja. Of dat je wellicht op een andere manier daarmee verder wil gaan. De data is uiteindelijk van jouzelf. Ja, dus je kunt stap voor stap inrichten. Je hoeft niet in één keer, want dat is vaak. Stap voor stap, ja. Modulair, gericht op wat je nu nodig hebt. Want we willen juist zorgen dat je niet alles op alle vragen verzamelt en aan het eind vragen gaat. Nee, dus precies. Terug naar het touchmoment en op dat moment dingen uitvragen. Ja. Heel goed, hè? Dus dat, ik denk dat dat centraal natuurlijk in feedback is dat het ad hoc direct moet zijn. En dat je niet achteraf alles, wat je al zei, een lange vragenlijst. Direct en dat touchmoment, dat is juist ook waar het op gericht is. Maak gebruik van je mobiel. Maak gebruik van de uitnodiging via WhatsApp of via een sms. Ah, ja, ja, ja. En verras mensen ook. Als je standaard e-mails links gebruikt, probeer nou eens een andere manier. Ja. Want het constant op andere manieren bevragen, maakt dat mensen altijd getriggerd blijven om te zeggen van ja. Ja, ik ga meedoen. Een soort gamification eigenlijk bijna erin. Gamification vind ik een mooie op een andere manier. Ja, vind ik een mooi woord. Ja. Maar ook ga ermee aan de slag. En ga er ook met een slag wat je kan. En geef terug wat je gaat doen. Ja. Wij en ik zullen ook regelmatig feedback vragen krijgen. Na de derde keer niks teruggehoord hebben, haken wij ook af. Ja. Ja. Laat zien wat je ermee doet. Ja. En dat is zo'n dashboard heel erg inzichtelijk voor een organisatie. Maar wellicht ook veel meer op maat te maken voor een afdeling of een team. Ja. En, dan... en dat is ook wel iets wat bedrijven vaak nog moeten leren. Hè? Want het is altijd zo makkelijk om gewoon maar een vragenlijst te sturen en dan een rapportje terug te krijgen met alle resultaten. En dan, oké, klaar. Rapport in de la, klaar. Ja. En dat is juist een hele transitie om daar dus veel actiever ook echt change mee door te voeren. Ja, ik krijg soms wel eens vragen van wanneer is het rapport klaar? En dan zeg ik, nu. En het is online beschikbaar. Ja. En dat vinden mensen soms nog wel echt een gewaarwording van wow. Ja. Dus ik moet er nu echt zelf mee aan de slag. Ja, je moet er echt zelf mee aan de slag. Ja, het rapport is eigenlijk niet het resultaat. Hè? Het resultaat is pas dat je er wat mee gaat doen natuurlijk. Ja. Real work starts when the data is there. Heel goed, super. Nou, dankjewel. Bedankt voor dit webinar. Het is opgenomen, dus iedereen kan achteraf ook terugkijken. Er zijn deze week nog meer webinars waar mensen voor kunnen inschrijven. Dankjewel, Ralf. En wellicht tot de volgende keer. Oké, dankjewel. Goed. Wacht, dan moet ik hem even uitzetten. Dat ga ik hier doen.